Ja, we zijn weg. Ja, doei. Ik ben Jos Vriend, ik ben 44 jaar. Doei. Ik woon hier met mijn gezin, mijn vrouw Marianne, mijn zoon Jules en mijn dochter Isa. We wonen hier in Adriaanklaasstraat sinds 2011. In het dagelijks leven werk ik bij de Sociale Verzekeringsbank. Je paast naar mij, je loopt door, je krijgt de paas terug van mij en je knalt hem in één keer op goal. Wil jij jongens in één keer te schieten, net als in een wedstrijd? Wat ik belangrijk vind is dat we naar een groene, duurzame wereld toe gaan. En dat iedereen respect heeft voor elkaar en alles door elkaar leeft. Dus geen aparte stukken arm, stukken rijk, stukken wit, stukken zwart. Alles bij elkaar. Dat is het leuke van deze straat, vind ik. Alles woont door elkaar. Nou, ik vind dat het op zich wel goed gaat, maar er mag nog wel wat veranderen. Er mag wel wat groener, duurzamer worden. Daar ben ik wel voorstander van. En toch wat toleranter en minder... meer naar elkaar toe. Nu drijven we een beetje van elkaar af. Dus het mag weer, de verbinding mag weer worden gezocht. Kun jij van mij een paar pionnetjes pakken? Ik? Ja, daar bij de tas. Ik vind van de werkgelegenheid voor de generatie van mijn kinderen vind ik het toch wel... zie ik het toch wel best somber tegemoet. Waar moeten straks al die banen vandaan komen? Als ik bij mijn eigen banen kijk, in 2030 zal die er niet meer zijn. Op een groot kantoor administratief werk doen, dat zal voor mijn kinderen niet meer weggelegd zijn. Dus ze zullen iets anders moeten. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ik heb nagenoeg altijd PvdA gestemd, af en toe een keer SP. En ik denk dat het deze keer PvdA gaat worden.